tussen de poep en de ratten lopen. Niet iedereen zal het leuk vinden, maar je kunt het winnen. Een tour door het riool van Arnhem. Als je een gouden drol vindt, mag je deze inleveren. En dan kun je hier naar beneden om samen met beheerders een tour door het riool te lopen. Vandaag hebben we de eerste gouden drol verstopt. Morgen weer eentje, woensdag nog eentje en donderdag nog eentje. Dit is hem. Hartstikke gaaf ding. Ik zou hem graag willen hebben. En als je die vindt, dan mag je met iemand die je mee wil nemen, samen met mij hier het riool in. Om te kijken naar wat we aan het doen zijn. En wat voor riool is het? Het is ons belangrijkste rioolstelsel, ook de oudste. 70% van Arnhem-Noord zit erop. Het is heel erg groot, ongeveer 2,30 meter bij 2 meter. Dus je kunt er doorheen wandelen met prachtig metselwerk, enorme grote putten. En als het ook hard regent, gaat er 20.000 kub water doorheen. Dat zijn 8 Olympische zwembaden vol, dus hij is heel belangrijk. En hij is slecht. Na 150 jaar trouwe dienst mag hij wel een keer gerepareerd worden. En dat zijn we nu aan het doen. En dat is ook de reden dat jullie die drollen verstoppen? Ja, klopt. Klopt, om onze inwoners te laten zien wat we eigenlijk voor hun aan het doen zijn. Het gebeurt allemaal ondergronds. Het enige wat je ziet is dit soort activiteiten, maar meer niet. En beneden gebeurt het prachtige werken met het beton, wapening, de polymeerbeton schaaldelen. Het is leuk, erg interessant om te zien, dus ik neem graag onze inwoners mee het riool in. En als ze zo'n drol vinden, waar kunnen ze die inleveren? Op de drol zelf staat ook een plaatje wat ze moeten doen. Maar deze middag verstoppen we de eerste. Op het moment dat ik hem verstopt, komt ook op social media van de gemeente Arnhem de eerste hint. En dan kun je op zoek. En daar staat ook bij wat je moet doen als je hem gevonden hebt. En wat kunnen de mensen verwachten van deze riooltour? Ja, ik ben er al zo vaak geweest, maar ook voor mij blijft het een heel avontuur en unieke ervaring. Dus je gaat ook helemaal omgekleed met een veiligheidslaarzen, een harnas, helm enzovoort enzovoort. Daal je met mij af, op sommige plekken 10 meter, eerst omlaag. En dan kom je in een heel groot rioolstelsel, wat ook echt prachtig is om te zien. Dus het is echt een unieke ervaring. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen het riool in wil. Nee, dat kan me goed voorstellen. Maar wees gerust, het valt reuze mee. Het is zo groot dat het niet stinkt. En natuurlijk loop je bewust, daar zorg ik wel voor, door de drollen heen. Maar wees gerust, het valt reuze mee. Waar kunnen ze de informatie vinden? Ja, op Facebook, Instagram, de site van de gemeente Arnhem. Daar zou ik even kijken.